Bijna alle potloden die je hier ziet hebben een andere kleur. Over die twee groene aan de linkerkant, daar kun je nog over twijfelen, maar verder de rest is anders. En wat ga ik vandaag doen? Ik ga het bruine potlood hier dezelfde kleur geven als het gele potlood daar. En dat doen we door middel van kanalen. Kanalen is namelijk hoe een foto is opgebouwd. Standaard werkt Photoshop met drie kleuren. Rood, groen en blauw. En door die kleuren te mixen kun je andere kleuren gaan maken. En dat zit apart verstopt en dat zit hier in het kanalenpaneel. En heb je dat nou niet in jouw Photoshop-versie staan, dan vind je dat hier bij venster en dan kanalen. Als je kanalen opent, dan zie je vier verschillende dingen. Het is eigenlijk een beetje als lagen, alleen het werkt iets anders. Je hebt helemaal bovenaan staan RGB. Dat staat voor rood, groen en blauw. En dat zijn alle kanalen bij elkaar gecombineerd. Daaronder heb je rood, groen en blauw staan. En als ik bijvoorbeeld eens gewoon op rood klik, dan zie je dat mijn foto zwart-wit wordt. Maar dit is dus alle informatie die er in het rode kleurkanaal zit. Je ziet ook boven in het histogram dat alles opeens rood is. En wat wil dit kanaal nou zeggen? Je hebt uh, zwart en wit en alle grijstinten daartussen. En waar het zwart is, daar is de kleur erg weinig vertegenwoordigd. En waar het wit is, daar is de kleur heel veel vertegenwoordigd. Als je bijvoorbeeld uh, de twee potloden hier uh, rechts van het midden ziet, als ik weer op RGB klik, dan zie je dat dat rood en oranje is. En die zijn in het rode kanaal bijvoorbeeld helemaal wit. Ook de twee potloden aan de linkerkant, de gele en de oranje, hebben erg veel rood in zich. Maar bijvoorbeeld de groene en de blauwe potloden, ook primaire kleuren, die hebben veel minder rood in zich. Klik je op groen, dan is het precies andersom. Dan hebben we bijvoorbeeld de rode potloden weer een erg donkere kleur, omdat die erg weinig groen in zich hebben. En zo is een foto dus gecombineerd met drie kanalen, rood, groen en blauw. En wit vertegenwoordigt dus de hoeveelheid van dat kleur. En zwart heeft het dus erg weinig kleur. Ik ga weer even terug naar RGB en ik laat de potlood weer in kleur zien. Ik ga dus dit bruine potlood veranderen in dat gele potlood. En hoe ga ik dat doen? Nou, allereerst ga ik gewoon een selectie maken met de Lasso-tool. Ik druk op de L of je kunt hierboven even op het icoontje klikken. En ik ga gewoon even om het potlood heen. Vervolgens ga ik dit potlood naar een nieuwe laag brengen. En dat doe ik door de selectie te dupliceren met de combinatie Ctrl J. Als ik nu bijvoorbeeld laag 1 uitzet, dan zie je dat ik alleen maar mijn selectie heb overgehouden. Dit is nog niet genoeg. Ik wil eigenlijk dit bruine potlood dezelfde kleur geven als de gele aan de linkerkant. En ik ga dus nogmaals met de lasso tool een heel klein stukje van het potlood selecteren. Ik moet zorgen dat ik nog steeds op de laag van mijn potlood sta. En ik druk wederom op Ctrl-J. Zet ik nu. Alleen deze laag aan door alt ingedrukt te houden en op het oogje te klikken, dan zie je dat ik een hele kleine selectie heb. Druk ik nu op het verplaatsgereedschap, dat vind je ook hierboven, dan komt er om mijn volledige inhoud van de laag, dat hele kleine stukje potlood, een vierkant te staan. En dat vierkant kan ik daarmee verplaatsen. Ik kan het gewoon oppakken en ik sleep het in de buurt van het gele potlood. En daar laat ik het los. Waar bestaat mijn foto tot op heden uit? Nou, ik heb natuurlijk de onderliggende laag met alle potloden en de, de blauw-grijze achtergrond. Daarboven heb ik mijn los potlood liggen. En daarboven, dus, mijn hele kleine stukje potlood. Nu gaan we dadelijk, als we bijvoorbeeld hierop inzoomen, dit bruin afstemmen op dit geel. Maar we willen ook graag dat het potlood aan de andere kant. Mee verandert. Dus deze twee lagen van dit kleine stukje potlood en het hele potlood, die moet ik gaan combineren. Met de sneltoets Ctrl-E ga je een laag samenvoegen met de onderliggende laag. En dat doe ik in dit geval. Zet ik nu bijvoorbeeld de laag met kleurpotloden uit, dan zie je aan de rechterkant dat ik mijn eerste selectie heb, het kleurpotlood, en aan de rechterkant dat kleine detail daarvan. De laag gaat weer aan en ik zoom in op dit gebied, want we gaan eindelijk eens wat doen. Als ik nu op kanalen klik en ik klik op rood, dan zie je het verschil tussen het gele potlood, wat nagenoeg wit is, en het bruine potlood, wat een beetje grijs is. Nou, en dat moeten we dus bij elkaar gaan brengen. En dat is eigenlijk heel eenvoudig, want ik druk gewoon op ctrl-l en ik krijg het niveau menu voor mijn neus. En omdat ik in het rode kanaal zit, van de laag uh, met het bruine kleurpotlood, ga ik dus ook alleen maar dat aanpassen. En je zult zien wat er gebeurt. Je ziet dat het lichter wordt. Het loopt nagenoeg tegen het witte aan. En het is belangrijk dat we eigenlijk gewoon de kleuren zo dicht mogelijk bij elkaar krijgen. En ik zeg wel kleuren, maar eigenlijk praten we hier over zwart en wit in het rode kanaal. Dus we moeten de hoeveelheid rode informatie van het bruin zo dicht mogelijk bij de rode informatie van het gele kanaal krijgen. En dat doen we gewoon door alles lichter te maken. Nou, dit is wel iets waarover ik happy ben en ik druk op oké. Okay. Ga ik nou naar RGB, dan zie je dat mijn, omdat we er heel veel rood hebben ingebracht, mijn stuk bruin eigenlijk al gewoon rood is geworden. Maar dat is nog niet voldoende, want we willen naar geel. Dus we moeten ook nog in het groene en blauwe kanaal dingen doen. Ik klik op groen en je ziet dat het gele potlood veel lichter is dan het stuk oorspronkelijk bruin wat ik had. En wederom druk ik op Ctrl L voor Levels en ik ga het een stuk lichter maken. Ga je te licht, dan zie je wat er gebeurt. Dan wordt het groene kanaal wordt, uh, wit. Dat is dan ook weer niet de bedoeling. Het is het beste als je dit echt zo dicht mogelijk bij elkaar weet te brengen. Dan komen de kleuren dadelijk gewoon het mooiste uit. En ik druk op OK. Vervolgens ga ik naar het blauwe kanaal. En dan zie je dat er eigenlijk gewoon helemaal geen blauw in het gele kleurpotlood zit. En een klein beetje in het bruine kanaal. En dat ga ik er ook uithalen. Ik druk op Ctrl L voor niveaus. En deze maak ik dan gewoon weer donkerder. En ik druk hem eigenlijk gewoon helemaal dicht. En ik druk wederom op OK. Ga ik nu naar mijn RGB-kanaal, dan krijg ik weer alle kleuren te zien. En je ziet eigenlijk al wat er gebeurd is. Mijn bruine stukje potlood aan de linkerkant is ongeveer net zo geel als het gele potlood. En ook aan de rechterkant is het complete potlood geel geworden. Maar ook nog een beetje daarnaast. Nu is het dus zaak dat we gewoon even netjes opruimen. Ik ga terug naar Lagen. En als ik nu met de Lasso Tool een grote cirkel om het kleine stukje detail heen trek en ik druk op Delete, dan is dat in ieder geval al als sneeuw voor de zon verdwenen. Druk vervolgens op Ctrl D om je selectie op te heffen, anders gaat er dadelijk niks meer gebeuren. En nu is het dus zaak dat we dit gewoon even netjes uitmaskeren. Dus ik maak een nieuw masker aan en met de Lasso Tool ga ik gewoon netjes een selectie maken. En als ik de shift ingedrukt hou, dan kan ik er nog gewoon een stukje bij selecteren. En als ik de selectie heb gemaakt, dan druk ik vervolgens op alt backspace om deze te vullen met zwart. Ctrl D om een selectie op te heffen. En ik selecteer vervolgens nog een keer nauwkeuriger. En als je je selectie nu vergeet uit te zetten, en je gaat nu bijvoorbeeld met de kwast aan de slag om dit onderste randje gewoon netjes weg te werken. Dan zie je dat er niks gebeurt. Want als je een selectie hebt, dan kun je alleen maar dingen in die selectie doen. Met Ctrl D hef je hem op. En als je nu gaat verven, dan zie je dat het wel verschil maakt. Je zult begrijpen dat hoe nauwkeuriger je dit doet, hoe beter het resultaat is. En voor de sake of the argument, ik ga vrij snel even hier doorheen. Zo zet ik een klein randje uit. Hou ik de Alt ingedrukt en klik ik op het masker, dan zie ik alleen maar het masker. En kan ik makkelijk gewoon even een stukje bijkleuren. En klik ik weer met Alt op het masker. Dan ga ik weer terug naar de kleur. En kan ik mijn selectie nog gewoon iets beter maken. Ik ga er gewoon even echt heel rap overheen. En je snapt dat er natuurlijk nog wat stukjes bruin achter blijven. Als je het netjes doet, dan is dat natuurlijk uh, geen sprake van. Nou, dit is wel heel erg. Dus we gaan er nog even gewoon heel dun overheen. En ik mag natuurlijk ook het puntje niet vergeten. Want het zou wel een heel raar potlood zijn. Als het geel aan de buitenkant is. En bruin aan de bovenkant. Nou, je, je snapt even de theorie. Vervolgens kun je nog wat dingen doen om de kleur nog wat, uh, wat beter te krijgen. Ik kan bijvoorbeeld nog uh, een aanpassingslaag met niveaus maken. En dat uh, door middel van een uitknipmasker te koppelen. Dat vind je hier. En als ik nu dingen ga veranderen, bijvoorbeeld in de middentonen. Dan zie je dat dat alleen invloed heeft op het gele potlood. Het is gekoppeld aan de onderliggende laag en de rest van de potloden wordt dus gewoon met rust gelaten. Eventueel die hele felle uh, lichtstreep die er nog doorheen zit, die zou je apart kunnen behandelen. Um, dat reflecteerde wel terug in het bruin, maar niet in het oorspronkelijke bruin, maar niet in het gele potlood. Nou, ik ga ook nog wat doen met de verzadiging en die koppel ik ook. En vervolgens leg ik nog een aanpassingslaag verzadiging. En breng ik het puntje eigenlijk gewoon even beter in kleur. Want dat stak dus op zich wel een erg stukje af, vond ik. En nogmaals, denk aan die rand, maar selecteren dat is eigenlijk gewoon weer een hele andere film. Komen we ooit nog wel een keer op terug. Je ziet dat mijn bruine potlood aan de rechterkant, ik laat nog even het origineel zien, ongeveer net zo geel is geworden als het tweede potlood van links, het gele potlood. En hoe nauwkeuriger je werkt in de kanalen om de vlakken dichter bij elkaar te krijgen, hoe beter jouw kleurmatching zal kloppen. Maar dit is in ieder geval de theorie erachter. Het kan soms wat veel werk zijn en het kan soms in uh, gedeeltes moeten. Ben daar niet bang voor. Um, uiteindelijk kun je gewoon een goed resultaat boeken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.